Meneer de minister-president, u heeft uw gezicht gered. U heeft vanmorgen weer kunnen uitpakken met uw ongelooflijke verkoops- en marketingtechnieken. U zou er waarschijnlijk in slagen om de lelijkste trol als schone prinses te verkopen. Maar u staat hier met lege handen. Ik zit bij Groen omdat ik kwaliteit van leven heel belangrijk vind. Je voelt dat we vandaag rushen, omdat we met twee werken en dan nog voor onze kinderen moeten zorgen. En het eigenlijk allemaal een beetje te snel gaat in onze maatschappij. Ik vind dat we ademruimte moeten hebben om voor elkaar te zorgen. Om ook nog te leven naast al het werk dat we doen. Daarom vind ik ook de sociale cohesie zo belangrijk. Ik ben zelf een mama van 3 kindjes en ik zou toch ook wel eens wat meer tijd willen hebben om er voor hen te zijn. Dus die kwaliteit van leven, die probeer ik te bewaken. De zorg die we moeten uitoefenen voor anderen, die we willen uitoefenen voor anderen, voor onze ouders, voor mensen in onze samenleving, daarvoor moet nog tijd en ruimte zijn en daar wil ik meehelpen voor zorgen vanuit mijn politiek mandaat. Uit uw interview, meneer de minister-president, maak ik alvast op dat u er niet aan denkt om de band tussen Brussel en Vlaanderen los te knippen. Daarin getuigt u van wijsheid. Wat niet iedereen in Vlaanderen weet, is dat in het Vlaamse parlement er niet alleen parlementariërs zitten die verkozen zijn in Vlaanderen, maar ook in Brussel. Er zijn in Brussel 6 Vlamingen verkozen die dus als taak hebben om de belangen van Vlaanderen voor Brussel eigenlijk te verdedigen. En die er dus moeten voor zorgen dat Vlaanderen niet vergeet dat Brussel haar hoofdstad is. Vandaar dat ik actief ben in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand. En wij dus proberen het belang van Brussel te blijven verdedigen vanuit een groen standpunt. En dat wij vooral dus willen voor zorgen dat Vlamingen van deze prachtige stad meer leren houden. Deze namelijk heb ik geleerd dat we zo'n eigen bos hebben en zo'n vreemde, maar dat wist ik al. Maar daarnaast is er nog iets nieuws bijgekomen wat mij verrast. We hebben nu ook legale en illegale bossen, want er zijn er in de nacht, bij nacht en ontijd aangeplant blijkbaar. Ik hou me in het Vlaams parlement bezig met het landbouwbeleid, ruimtelijke ordening en het Vlaams natuurbeleid. En met name met dat laatste gaat het nog steeds niet goed. We moeten meer werk maken van ons biodiversiteitsbeleid, want we hebben in Vlaanderen weinig natuurwaarden en die moeten we behouden en verbeteren. Ook met onze bossen gaat het niet goed. Vlaanderen is en blijft nog steeds een nette ontbosser. We moeten meer bossen aanplanten dan we rooien, dus daar moeten we nog zeker meer werk van maken. Ik denk, mevrouw de minister, dat het echt tijd wordt om het geweer van schouder te veranderen, want anders gaat u uw eigen doelstelling gewoon niet halen. In mijn ogen hebt u ze zelfs ondergraven met het besparingsplan bij de lijn. Ik ben in de politiek gestapt om dingen beter te maken. En een van die dingen waar ik van wakker lig, is eigenlijk jeugdwerkloosheid. Jeugdwerkloosheid is een structureel probleem. Heel wat jonge mensen, en vermoedelijk kent u er zo'n paar in uw omgeving, zijn eigenlijk op zoek naar een job, een eerste job, en vinden zeer moeilijk die aansluiting met de arbeidsmarkt. En daarvoor werk ik dag in dag uit en proberen we ervoor te zorgen dat die mensen op een makkelijkere manier aan een job geraken. Een tweede dossier wat ik eigenlijk toch wel belangrijk vind is mobiliteit, de manier waarop mensen zich verplaatsen. Iedereen weet, die vandaag met de auto rijdt, we staan meer stil dan dat we bewegen, dat we toch fundamenteel andere keuzes gaan moeten maken. En de manier waarop we ons bewegen is één van de bevoegdheden van dit parlement en ook dat is een dossier waar ik mij dagelijks voor inzet om op die manier te proberen van Vlaanderen een betere plaats te maken om te leven, te wonen en te werken. Ik vind het eigenlijk heel straf wat u zegt over de uitspraak van de Raad van State. Want de Raad van State past gewoon onze eigen decreten in Vlaanderen toe. En u stelt dat in vraag. Dat is hetgeen dat u hier nu doet. Vind ik ongelooflijk, onwaarschijnlijk, ongelooflijk straf. U moet uitvoering geven aan de decreten die hier worden gestemd en die niet in twijfel trekken. Mijn project is om van Vlaanderen een klimaatbestendige en een gezondere regio te maken. Klimaatbestendig, dat betekent dat we niet alleen klimaatverandering moeten tegenhouden, maar ook al moeten leren omgaan met de klimaatverandering die bezig is. Denk aan de grote overstromingen die Vlaanderen meer en meer teisteren. En Vlaanderen ook gezonder maken. Fijnstof is een van de belangrijkste ziekmakers in ons land. En ja, die uitstoot die moet naar beneden, zodanig dat wij en onze kinderen gezonder kunnen leven in Vlaanderen. Kijk eens wat vaker op van uw iPhone en kijk eens een klein beetje verder dan de 140
tekens van de tweet die via het Witstraatnetwerk wordt verspreid. Kijk eens rond in de wereld en laat u beroeren door het onrecht. Door het feit dat steeds meer mensen in Vlaanderen, het rijke Vlaanderen, het moeilijk hebben. Al meer dan 20 jaar probeer ik in dit huis stem te geven aan mensen die hier normaal niet veel hoort. Oudere mensen bijvoorbeeld, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, personen met een handicap, mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving. Je hoort hier te weinig, de politiek is er te weinig mee bezig en toch is het al zo belangrijk om die mensen ook een plek te geven in het rijke Vlaanderen van vandaag. En dat verklaart waarom de subsidie voor de musea eigenlijk op een onaanvaardbaar laag niveau blijft hangen. Een niveau dat eigenlijk nog niet eens het niveau is van een klein theatergezelschap in Vlaanderen. De kloof tussen kunsten en erfgoed wordt altijd groter. Ik ben eigenlijk een politicus en tegelijk een halve artiest. In dit parlement ben ik vooral bezig met kunst en cultuur, omdat dat zo'n onvervangbare waarde en kwaliteit aan ons leven geeft en aan die Vlaamse samenleving. En ons ook op de wereldkaart zet. Omdat verenigingsleven en het middenveld belangrijk zijn. En omdat ook sport daarin thuis hoort. En we daar ook gezonder van worden. En ook heel veel plezier aan beleven. En verder ben ik erg bekommerd om de democratie. Om de participatie van burgers aan het lokaal bestuur. Aan de rol van die lokale besturen in de samenleving. Een goede democratie is ook een basisgarantie of een basisnoodzaak voor een gezond en goed leven voor ons allemaal.